leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Ik heb weer een super gaaf boek binnengekregen. Namelijk Dierendasjes Haken van Helene Smits. En Helene Smits is ook wel bekend als Handwerkmama. Nou, dit is haar allereerste boek. En ik heb altijd leuk contact met haar. En ik kreeg ook voor bij de eerste paar exemplaren een hele leuke boekenlegger erbij. En de boekenlegger is, je raadt het al, ook een dierendasje. Nou, en hier staan ook meteen wat afkortingen op, een maattabel en natuurlijk het boek. Nou, de eerste paar bestellingen, die krijgen deze er automatisch bij. En zelf hou ik er ook een. Ik vind hem superleuk. Het boek Dierendasjes Haken. Nou, uitgegeven door uitgeverij Scheepjes. 15 dierendasjes, meer dan 90 varianten. Nou, we gaan eens even kijken. Op de achterkant staan al een paar leuke foto's. Ben je gek op dasjes en wil je iets bijzonders? In dit boek heb je de keuze uit 15 verschillende dierendasjes. Ben je liefhebber van een konijn of heb je liever een draak of een kameleon om je hals? Elke das is opgebouwd uit dezelfde onderdelen zoals kop, lijf, het middenstuk en staart, die per dierendas te verwisselen zijn. Er zijn zo wel meer dan 90 variaties te maken. Wat denk je van de ezel met de staart van de rattenslang? Of de beer met het lijf van de kameleon? Zo ontstaan de grappigste monsters voor je kleinkind of voor jezelf. Bovendien is er een bonuspatroon voor een bijpassende dierenmuts toegevoegd. Hoe leuk is dat? Ja, boek is van Scheepjes. Uiteraard laat ik niet alles uit het boek zien, want er zit copyright op. Maar ik neem jullie wel weer een kijkje mee in het boek. Nou, het begint al met een mooie illustratie. Dierendasjes haken van Helene Smits, Handwerkmama. Voor Sophia. Een das houdt me warm tijdens een koude winternacht. Een das laat me stralen, net als jij mijn fonkelende ster. Een das als een vriend, terwijl het dierendasje naar me lacht. Nou, hij is pas uitgegeven. Het voorwoord met een mooie foto. Even kijken of ik die er goed op kan krijgen zonder al te veel weerkaatsing. Nou, hier zie je ook een leuk dierendasje. De inhoud, het bos. Oh, het begint trouwens met wat moet je weten voor je begint, het bos. In het bos zitten de vos, wolf, wasbeer, das en beer. Reptielenhuis met de draak, krokodil, rattenslang en de kameleon. De kinderboerderij met de ezel, schaap, konijn, muis, varken, osje. En het bonuspatroon, de dierenmuts. En aan het eind staat de stekenuitleg. Nou, wat je moet weten voor je begint. Leuke oogjes zijn er gebruikt. De dierendasjes zijn gehaakt met Scheepjes Colorcrafter. Even kijken wat ik nog meer kan laten zien. Hier, kijk, hier zie je een overzichtje. De vos en de wolf. De wasbeer. De das. En de gewone beer. Nou, hier zie je het vosje. Ook hoe die gedragen wordt. Ja, alles met Colorcrafter, naal 3,5 en 4. En verder vubbeling en oogjes. Nee, die kan ik niet laten zien, want dan zie je een stukje van het patroon. Hier wordt die ook gedragen. Leuk, hè? De wolf. Heerlijk vrolijk kopje. De wasbeer met zijn mooie blauwe oogjes. Hier zie je dan dus een foto van een lijfje die weer net wat anders is als de vorige. Ook dit lijfje is wel anders. Dit is de das. Kijk, en, oh,
onderaan zit een speciaal bandje. En daardoor kan je hem zeg maar vastmaken. De beer. Heel veel foto's zitten er in het boek. Ook tussendoor. Waarvan ik ze natuurlijk niet allemaal kan laten zien. Nou, het reptielenhuis. Een draak. Een ratelslang met een leuke tong. Een krokodil. En een kameleon. Kijk, en hier zie je dat de basis weer met een andere steek. Ik gok de wafelsteek gemaakt. Dus iedere keer weer een andere. En die kan je dus weer onderling met elkaar combineren. Oh, deze is ook leuk. Met meerdere kleuren in het lijfje. Een dierenmuts. Leuk. Dan komen we met de slang met een puntig staartje. En een hele mooie tong. Oh, deze is leuk. Met fairy tales. Leuk. Oh, die zal heerlijk warm zijn. Leuk. Het varkentje en het osje. De muis en het konijn. En het schaapje en de ezel. Op de kinderboerderij. Kijk. Hier zie je hem ook weer. Volgens mij hebben ze erg veel lol gehad met het maken van de foto's. Als ik de pretlichtjes in de oogjes van de kinderen zie. Alle oogjes zijn 14 mm, zie ik. Dit is het konijntje met lekkere konijnenoren. Kijk, oh, en hier zie je het mutsje er ook bij. Muis met een heel puntig staartje en heerlijke roze oortjes en een roze neusje. Het varkentje met een krulstaartje. Het osje. Hier nog een keer het osje. Net weer een andere foto. En de dierenmuts, daar zijn we nu aangekomen. Waar je met vilt de oogjes doet. Lijkt me ook lekkerder dan met veiligheidsoogjes. Die lijken me niet zo lekker zitten. En dan heb je achterin nog een stekenuitleg. Over de kleurwisselingen en de popcorn en dat soort dingetjes. En het dankwoord. Nou, dit was het boek. Ik vind hem superleuk. Je ziet dat er met veel plezier aan het boek gewerkt is. Het ziet er weer heel nauwkeurig uit en mooi verzorgd. Ik vind het een leuk boek. Ik hoop dat jullie wat hadden aan deze boekreview. Ik wil je weer super bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.